deze geweldige sponsoravond. Blauw-Zwart is een prachtig informeel netwerk. Je ontmoet hier andere dorpsgenoten bij de businessclub. Natuurlijk veel mensen uit het zakenleven, maar ook de politiek. Je kan daar met collega's bespreken hoe maken we de cake groter. En we willen allemaal in een dorp wonen wat gewoon lekker voelt. Blauw-Zwart zit daar gewoon in het midden van. Je hoeft er helemaal niet voor het voetballen komen. Je komt voor dat businessnetwerk en dan help je ons dorp, maar in feite help je ook jezelf. Ik begin met een iets negatiefs wat in ons is overkomen in onze club. Onze secretaris Ad Riem is helaas overleden. Ad Riem was een man in onze club. Iedereen die ooit bij Blauw-Zwart gevoetbald heeft, die kent hem. Ad is hier gemaakt, geboren en gebleven. Een man die buiten wat hij bij Blauw-Zwart gedaan heeft, heel veel ook in het sociale vlak in Wassenaar heeft gedaan. Ja, het is te jong. Hij is maar 66 geworden. Wij gaan zondag hier afscheid van hem nemen. Zijn wens was om dat te doen in Blauw-Zwart. En dat is dus in de kantine. Dat gaan we doen. Dat gaan we verzorgen. Die wens gaan we vervullen. En dat gaat goed komen. Om deze avond goed te starten wil ik eigenlijk vragen om iedereen even te staan. 1 minuut stil voor deze man. Wij hebben een wisseling bij de businessclub. De voorzitter van de businessclub Blauw-Zwart. Marco die is bijna 12,5 jaar voorzitter geweest van de businessclub Blauw-Zwart. En die was zover dat hij zegt, het wordt tijd dat er iemand anders opstaat om dat van mij over te nemen. En die heeft hij overgedragen aan Henk Bos. Ik wil je in ieder geval bedanken namens het hoofdbestuur voor hetgene wat je in 12,5 jaar gedaan hebt. Dat is echt wel gebeurd. Die zaal zit niet zomaar vol. Hier zitten grotendeels sponsors die de club waar we eigenlijk op draaien. Ik zeg altijd, als wij geen sponsors zouden hebben, hebben we geen recht voor bestaan. Als je ziet wat we van de overheid krijgen en wat tegenwoordig alles kost, dan kan je niet zonder sponsors. Dus, maar dat weet je, als de beste als hoofdsponsor. Dus we houden je er wel bij natuurlijk, dat snap je wel. Voor jou hebben we iets leuks. Dat je met je vrouw samen. Ja, het is heel ver weg, maar daar ga je samen naartoe. Want dat vinden wij dat jij verdiend hebt namens het bestuur van Blauw-Zwart. Alsjeblieft. Dan wil ik graag het woord nu overgeven aan de nieuwe voorzitter van de businessclub, Henk Bos. Hier sta je dan, beste mensen. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Henk Bos. Allemaal van harte welkom. De afgelopen weken ben ik meermaal aangeschoten met betrekking tot mijn benoeming als nieuwe voorzitter. Business Club Blauw-Zwart 3.0 en de sponsorcommissie. Met de opmerkingen van hoe ga je het doen en wat ga je veranderen, benijd je niet. Dat je daar tijd voor hebt, enzovoort, enzovoort. Voor mij waren dat 3 redenen. Het leek mij een uitdaging om de Business Club Blauw-Zwart een nieuw leven in te blazen en te veranderen. Er is de afgelopen jaren veel veranderd en dan moet je mee veranderen. Nieuwe opzet, nieuwe structuur, maar vooral gewoon gezellig en leerzaam. Als je niets doet, dan gebeurt er ook niets, luidt mijn motto. Het is geen kwestie van tijd, maar van prioriteit. De weg naar Rome is ook niet in 1 keer gebouwd en we zijn inmiddels met elkaar lekker op weg. Maar nog lang niet klaar. We staan natuurlijk altijd open voor ideeën, initiatieven. Geen probleem, kom maar op. We streven naar 4 keer per jaar een mooi evenement of een leuke activiteit. Nieuwe sponsoradvertentie in de Wassenaarse krant bij iedere thuiswedstrijd. Upgrading Business Club Blauw-Zwart, die breder ingezet kan worden voor de jeugd en andere activiteiten met een smartboard. En als verwarmde tribune bij de thuiswedstrijden, voor de wat oudere supporters. Gewoon een gezellige, sportieve, bruisende dorpsclub waar iedereen zich thuis voelt en waar oud leert van jong en jong leert van oud. Als mens en als ondernemer, dat moet toch de drive zijn. Tweede reden, ik heb zelf 3 kinderen waarvan er 1 een bloedhekel heeft aan lopen. Dat is dus geen voetballer. Maar ik heb nog 2 kinderen die helemaal opgaan in het voetbal op Blauw-Zwart. Waarvan de jongste nog steeds denkt dat hij bij Ajax gaat voetballen. Laat dat maar lekker zo. Helemaal goed. Het is super om al die kinderen en mensen te zien sporten en te genieten. Winnen, verliezen, afspraken maken en vooral nakomen.
verantwoordelijkheid nemen en samenwerken voor het beste resultaat. Dat is het leven en daar draait het om. De derde reden. Blauw-Zwart is een hele mooie vereniging met verschrikkelijk veel lange, maar vooral loyale sponsoren. En vrijwilligers die vaak al jarenlang hun bijdrage leveren. Maar Blauw-Zwart is veel meer dan alleen een voetbalclub. We hebben meer dan 30 partners, verenigingen, organisaties, bedrijven die gebruik maken van dit mooie complex op een van de duurste stukjes grond van Nederland. Los van het voetbalpubliek komen er nog veel meer mensen over de vloer, zien de borden en zien uw loyaliteit aan de club. Chapeau en alvast veel dank. Verder wil ik graag nog even van de gelegenheid gebruik maken om de nieuwe Business Club Blauw-Zwart leden voor te stellen. Johnny's Burgers, Rullo Aannemingsbedrijf en Thuiscentrum de Bosrand. En we zijn nog in gesprek met een aantal mooie bekende bedrijven om aan te sluiten, maar zijn nog in onderhandeling. Gepaste trots. Vanavond deze fantastische spreker, Jeroen van der Veer. Een man die ik zeer waardeer als zakenman, maar vooral als mens. Zoveel levenservaring en zoveel verantwoordelijkheid. Altijd genomen en dan zo gewoon blijven. Dat is fijn. Jeroen? De stoel staat er natuurlijk voor de oudere mensen. Hè? Is die ook overwarmd dan? Nee? Of... Ja. Ik zat net naar dat... Dat videootje te kijken. Ik vond het eigenlijk heel erg leuk gedaan. En ik weet niet of u het zo snel zag. Er stond ook een bord van een reclamebord uitvaartonderneming. En daarnaast staat opslaghotel. Ik dacht, heeft dat met elkaar te maken of zo? Wat is nou de overeenkomst tussen ondernemerschap en topsport? Het is natuurlijk ook, ook een avond waar het sociale verkeer en de bar met elkaar spreken belangrijk is. Dus ik ben voornemens ongeveer een kwartier, 20 minuten hooguit te spreken. Halen jullie dat? Ja? Die mensen die daar staan, er zijn hier nog stoelen vrij hoor. Dus of je moet nog 20 minuten staan. Maar goed. En dan kan gewoon, je mag iedere vraag stellen. Ik zit ergens mee, ook over totaal andere onderwerpen dan waar ik het nu over ga hebben. En ik heb een ander onderwerp, dat zit nog uit mijn oude Shell-tijd. En ik heb toch nog een paar dingen over veiligheid. Ik vind het ontzettend belangrijk. En er zitten hier toch veel ondernemers. Ik denk dat jullie bij elkaar ook heel veel mensen in dienst hebben. En wat je toch wil is dat iedereen s'avonds naar huis gaat zoals hij daar 's ochtends kwam. En dat is toch echt een eerste voorwaarde. En daar kan je altijd over bijleren. Dus om een topsporter te zijn, er is heel veel research over gepleegd, moet je ongeveer van een normale sporter, hè, dus je was als voetballertje als een jongetje van 15, en dan moet je de top bereiken, moet je over 10.000 uur trainen. Dat geldt voor polospelers, basketballers, voetballers, gewichtsheffers. U noemt het maar op. Je hebt uitzonderingen als Cruijff, maar misschien was hij al jonger begonnen. Maar die 10.000, het idee dat je gewoon binnen 1 of 2 jaar, en er zit ook weer, je kan in een jaar, als je heel veel traint, 1500 uur trainen, dat je de top kan bereiken, dat is statistisch, dat klopt dat gewoon niet. En wat is nou zo interessant om een goed vakman te worden? Denk gewoon aan een heel normaal beroep, een goede lasser, een goede fitter. Of zit toch ook, zullen veel mensen zeggen, nou, na een jaar of 6 heb je eigenlijk alle aspecten gezien en alle risico's. Dan ben je een volleerd meester. Geldt volgens mij ook voor directeuren. Hè? Kijk even richting René, zat ik net mee te babbelen. Dus, die was natuurlijk ook niet direct binnen. Hè? Dus in 1 keer. Je kan ook wel baas van het bedrijf zijn, maar voordat je echt alles goed in de hand hebt, zit er ook toch wel die 10.000 uur, zo ongeveer 6, 7 jaar. Hè?
voordat je goed op stoom bent. Dus daar zit een sterke overeenstemming. Ik kom daar dadelijk nog even anderszins op terug. Maar je kan dus niet zo makkelijk een stapje overslaan. Het tweede is, als je een topsporter bent, of een ondernemer, of een heel goed vakman, het is ontzettend belangrijk, is het woord discipline. Ik wil een paar opmerkingen maken over de veiligheid. En dat was Henk die zei, ja Jeroen, toen je bij mij in de zaak sprak, sprak je over hold the handrail, hou de leuning vast. En dat is eigenlijk wel een mooi verhaal. Want heel veel mensen die zeggen, nou de belangrijkste veiligheidseis is als je de trap oploopt of afloopt, is de leuning vasthouden. Dan beginnen sommige mensen, wat hiermee, die beginnen dan een beetje te gniffelen en die denken, nou ja, flauwekul en allemaal dat soort dingen. Ik kan u vertellen dat toen bij Shell hebben we een analyse gemaakt van de ongevallen die het meeste voorkomen. En dan kijk je bij ongevallen die veel voorkomen, wat zou nou helpen om te voorkomen dat die ongevallen gebeuren. En dan denkt u, ja, Shell die werkt in raffinaderijen, chemiefabrieken, dat zal wel brand zijn en ontploffingen. Nou, ik zal zeggen, de ongevallen die het meeste voorkomen, zijn dingen die vallen en die vallen op iemand anders. Hè. Die vallen dus van stellingen af, sleutels of wat dan ook. En dat is, daar kan je natuurlijk heel wat aan doen. Maar dan de tweede categorie is mensen die uitglijden van trappen. Dat is dus de ene hoogste categorie. En dan denkt u natuurlijk, ja, dat zijn natuurlijk op die stalen trappen op de raffinaderij die dan glad worden in de winter, ze worden trouwens helemaal niet glad. Als je dat analyseert, is helemaal niet waar. De meeste mensen die op trappen uitglijden, zijn dus mensen op marmeren trappen op het hoofdkantoor, die waarschijnlijk op een iets te hoge hak lopen. Ik mag dat niet differentiëren tussen mannen en vrouwen, maar u begrijpt wat ik dus bedoel. En het blijkt ook, als je maar één hand aan de leuning hebt, dat de kans dat jij dus hard onderuit gaat, je kan nog steeds uitglijden, of je daar zwaar bij blesseert, en dat zijn vaak vervelende rugblessures, of je klapt zelfs op je hoofd, is ontzettend veel kleiner. En dat kan je gewoon onderzoeken en dat kan je bewijzen. Dus bij Shell hadden we de regel ingevoerd, houd de leuning vast, hold the handrail. En je kan het in de statistiek ook zien, dat het aantal ongelukken dan afneemt. Er was een keer een prachtig verhaal, dat was de grote baas van Unilever, die heette meneer Polman, die is nu weg, maar die was een hele enthousiaste man en die liep dus in het Shell hoofdkantoor op zo'n marmeren trap. Al pratend zonder de leuning vast te houden. En er was een jonge ingenieur en die houdt staande en die zegt, ik moet erop wijzen dat u de leuning moet vasthouden tegen de grote Unilever directeur. En die man die zegt, ja ik doe niet aan die flauwekul, dat is voor Shell mensen. Maar deze jonge ingenieur die zei, luister eens, u blijft hier staan, ik bel nu de veiligheidsdienst en u mag niet bewegen. Dus die man die schrok zich rot. Nou, daar heb ik dus dit hele, dat noem je een hero-story van gemaakt. We gaan nou over tot als u wat wil vragen of tenzij je direct naar de bar.